Welkom bij Service Breeman, mijn naam is Thijs. We gaan jullie vandaag de allernieuwste BMW M-modellen laten zien. En te beginnen met de M3 Sedan en de M4 Coupé. We gaan het doek eraf halen. We hebben hier te maken met de M3 Sedan in de kleur Brooklyn Grau Metallic. Een van de BMW M-kleuren die er te verkrijgen zijn. En we gaan zo meteen nog een auto bekijken in de kleur Saphir Zwart Metallic. En ik wil gelijk even meenemen naar deze M3 Sedan. Dit is de zesde generatie van dit voertuig. En de auto kennen we dus inderdaad al een hele tijd. De 3-serie aan zich wordt al geruime 40 jaar gebouwd. Kijken we naar wat verschilletjes van dit exemplaar vergeleken met onder andere zijn voorganger. Dan is de auto een 122 mm langer geworden. En de wielbasis is met 45 mm toegenomen. Kijken we even naar deze variant. We hebben hier te maken met de competition versie van de M3 Sedan. Is te herkennen aan wat hoogglanszwarte delen. En bijvoorbeeld in het interieur dat deze auto uiteraard de automatische transmissie heeft en niet handgeschakeld. En aanvullend hebben ze hiervoor het M-Carbon exterieurpakket gekozen. Als jullie even met me meekijken aan de voorzijde, dan zien we hier wat luchtinlaten in de voorbumper zitten. Zowel aan de linker als rechterzijde. Die zijn in volledig carbon fiber uitgevoerd. Dat gaat ook door in de spiegelkappen. Die zijn volledig in het CFRP uitgevoerd. Als we naar de achterzijde van de auto gaan, dan zien we uiteraard de achterklepspoiler in carbon fiber. En de inleg van de achterdiffuser is daarin uitgevoerd. Nou, zeker met zo'n mooie lichte kleur valt dat extra goed op. Zeker in combinatie met het carbon fiber dak. Het carbon fiber dak kennen we eigenlijk ook al een tijdje bij de BMW M3 en M4. Het zorgt in dit geval voor een lager zwaartepunt. En daardoor krijg je een auto die wendbaarder is dan een auto met een staal of aluminium dak. Tot nog even terug naar de voorzijde. De auto wordt standaard geleverd met LED-verlichting. En hier is aanvullend gekozen voor de laserlight-verlichting. Is te herkennen aan de blauwe inleg in die koplampunits. Op het moment dat je je groot licht zou voeren, dan kan dat 550 meter ver stralen. Waar je met normale LED-verlichting zeg maar, op een goede 300 meter uitkomt. Dus dat is wel een extra pluspuntje hiervan. Nou, gaan we even naar de zijkanten. Dan zien we ook dat dit exemplaar is voorzien van het Racetrack Pack voor de BMW M3 in dit geval. En onder andere wat er opvalt is dat deze hoogglanszwarte wielen aanwezig zijn. Met daarachter in dit geval de M-Carbon keramische remmen, die ook onderdeel zijn van dat pakket. Wielen aan de voorzijde, 19 inch. En aan de achterkant hebben we de 20 inch wielen. En een leuk feitje is dat bijvoorbeeld deze remmen, die schelen ten opzichte van de stalen variant, een 14,3 kilo. Dus dat is echt de moeite waard. Dat is ook de reden waarom dat M Racetrack Pack geïntroduceerd is. Het gaat om gave opties om te zien, die tegelijkertijd het totale gewicht reduceren. Met een totaalgewicht van 25 kilo minder dan die in het pakket niet zou hebben. Nou, die carbon keramische remmen die zijn altijd in het goudkleurig uitgevoerd. Daar zijn ze aan te herkennen. En op het moment dat je de normale compound BMW M-remmen hebt, dan zijn die te herkennen aan de zwarte kleurstelling, de rode kleur of de blauwe kleur. Nou, voor de rest hebben we hier, omdat het de competition betreft, wat mooie hoogglanszwarte delen op de side skirt zitten. Of op de zijdelen moet ik zeggen. En gaan we vervolgens in de side skirt inderdaad. Aan de onderzijde is die ook helemaal in het hoogglanszwart uitgevoerd. Wat vanaf het volledige voorwiel tot aan het achterwiel loopt. Nou, uiteraard de hoogglans shadowline die te zien is. Waardoor netjes ook de spiegelvoet in het hoogglans zwart is uitgevoerd. Nou, bij de BMW M3 is uiteraard zichtbaar de 4 ronde uitlaatsierstukken. De diameter die is zeker even gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. Dus we hebben gewoon een heel mooi sportief en bruut uiterlijk kan ik wel zeggen. Ik neem jullie even mee naar het interieur van deze auto. Nou, en hetgene wat eigenlijk gelijk opvalt, dat zijn ook weer heel veel carbon fiber delen in de stuurkolom, in de interieurlijsten,
in de M-Carbon kuipstoelen, die ook weer onderdeel zijn van het Racetrack Pack. Ik ga even plaatsnemen. Zo. Nou, je hebt gelijk een mooie stevige houding bij deze stoelen. Wat ik al eerder zei, het carbon fiber is inderdaad overal zichtbaar. Nou, in de inleg op de stuurkolom zelf, links en rechts en in het middengedeelte. De schakelpedals zijn in het carbon fiber uitgevoerd. Ja, het is overduidelijk dat je de belangrijkste bestuurder bent en persoon aanwezig in dit voertuig. Verder, wat we al kennen een tijdje van de normale BMW 3-serie, is het Live Cockpit Professional. Dus we hebben te maken met de digitale tellers aan de voorzijde in het front en het grote controldisplay aan de zijkant. Apple CarPlay en Android Auto behoren ook tot de standaard, dus dat komt u altijd tegen. Nou, we hebben de mooie antracietkleurige hemelbekleding. En wat verder ook opvalt is dat heel veel delen in leer zijn uitgevoerd. Dus als we kijken naar het dashboard, zwart leder met het zilver-grijskleurige contrasterende stiksel. En ook dat loopt netjes in de deurbekleding en loopt dat door. Deze auto voorzien van het Driving Assistant Professional pakket. Het Driving Assist Professional betekent in dit geval dat de auto alles heeft op het gebied van het autonome rijden. De auto kan dus afstand tot zijn voorganger houden. De afstand kunnen we vervolgens ook instellen uiteraard. En hij zal netjes binnen zijn rijbaan blijven. Nou, wat heeft hij daar verder allemaal voor nodig? Dat zijn camera's aan de voorzijde, die bijvoorbeeld boven de binnenspiegel zitten. Dat is een radar in de voorbumper. Maar er zijn ook nog heel veel meer sensoren rondom de auto. De stoelen overigens waar we nu in zitten, die zijn 9,6 kilo lichter dan de normale M-sportstoelen die je anders zult krijgen. Dus ook dat is weer mooi meegenomen. Zoals ik al eerder zei, is ook onderdeel van het Racetrack Pack. Dus uiteindelijk, de wielen zorgen voor een mooie besparing. We hebben het over de remmen die ik net al benoemde. De stoelen die een mooi gewicht reduceren. Enige nadeel van het Racetrack Pack als het gaat om gewicht. De auto heeft het head-up display. Ja, dat is de enige optie die 2,5 kilo extra met zich meebrengt. Maar goed, als je ziet wat voor mooie functionaliteit je daarvoor terugkrijgt, dan hebben we die er graag bij. Je hebt altijd gewoon in het vizier voor je, gewoon de informatie die je wilt hebben over de huidige snelheid, belweergave van de navigatie, maar uiteraard ook dingen als het toerental. Dus mocht je op het circuit rijden, is dat relevante informatie. We gaan even kijken bij zijn sportievere tweedeurs coupé broer, de M4 coupé. Ook deze als competition. Competition trouwens, goed om even te vermelden, de auto heeft 510 pk en dus is altijd voorzien van de automatische transmissie. En op het moment dat u zou kiezen voor de normale M3 of M4, dan gaat het met 480 pk op pad. En dan zal de auto als handgeschakelde versie uitgevoerd zijn. Voor degene die dan graag nog meer grip en tractie willen, halverwege dit jaar, rondom de zomerperiode, zou ook de M3 en M4 uitkomen als een MX-Drive variant. En vanaf dat moment heeft u een permanent vierwielaandrijfsysteem, wat overigens ook nog uitschakelbaar is. Maar goed, daarmee zullen we ongetwijfeld nog snellere sprinttijden krijgen. En grip waar u dat zou willen in bijvoorbeeld extra winterse omstandigheden. Deze auto is uitgevoerd in de kleur saffier zwart metallic. Ook opnieuw met het M-Carbon Racetrack Pack. Opnieuw dus te herkennen aan deze lichtmetalen wielen, de remmen. Erg mooi. Hetgene wat we natuurlijk zien in de vormgeving van de M4 coupé is dat hij natuurlijk de deuren zorgen uiteindelijk, waar hij geen 5 deuren heeft, maar dus 3 deuren. Dat het totaalgewicht van de auto ook gewoon even een stukje lager is. Nou, hier hebben we het merino zwarte lederen interieur. Met ook weer opnieuw de carbon fiber interieurlijsten. De M-carbon kuipstoelen. Uitgevoerd dus in hele delen in leder en Alcantara. En wat ook erg mooi is om even te laten zien. Kijk aan de achterzijde van die stoelen. Het is allemaal in carbon fiber. Dus los van dat het ook een stukje gewicht reduceert, is dit natuurlijk gewoon ook erg mooi voor het oog om te zien. Er zitten wat bewuste gaten in de rugleuning van deze zitting. Dat je even nog een meerpunt gordel zou kunnen monteren. En wat zou kunnen is dat de hoofdpad op de rugleuning, die is te demonteren. Dus eventueel voor de mensen die circuit gaan rijden en graag met de helm net even iets meer ruimte zouden willen hebben, dan kunnen we daar een aantal centimetertjes ruimte vandaan halen. We gaan even een kijkje nemen in het vooronder, wat de auto te bieden heeft. Zo.
Kijk, daar ligt hij. De 6 in lijn, wat ik al zei, 510 pk. En gekoppeld aan de M-Drive Logic versnellingsbak. Een mooie verstevigingsstang die gewoon zorgt voor een stijve koets wat betreft de auto en het carrosserie. Dus in ieder geval maximale stijfheid in bochten. En daar zijn deze stangen, die zorgen daar mede voor. Dankjewel voor het kijken naar onze video van de BMW M3 Sedan en M4 Coupé. Onze nieuwe leden van de BMW M-familie. Like deze video op ons YouTube-kanaal Sevens Breeman en graag tot de volgende keer.